Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een heel mooi bloemstuk maken. Ik heb een mooie boot, net weer eventjes wat anders qua vorm. En we gaan mooi met hoogtes werken. Ik heb prachtige materialen die net weer even anders zijn dan anders. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Te abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Ik kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik regelmatig leuke dingen als er nieuwe video's online komen. Leuke winacties. En ga zo maar door. Dus zeker leuk om me daar te volgen. En wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vinden. Je kan nog steeds meedoen met de winactie van het budgetbloemstuk. Dan moet je er volgens mij even twee video's terug uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar dan kan je het wel vinden. In de titel staat winactie. Je kan nog meedoen. Dus mocht je het leuk vinden, kan je daar nog aan meedoen. Ondertussen gaan wij beginnen. Ik ga hem even vullen met steekschuim. Ik zorg dat het steekschuim een klein stukje bovenuit komt. Er zit al plastic in. Dus is mooi makkelijk. En dan gaan we beginnen. Vandaag gaan we werken eigenlijk als basiskleur oranje. Maar ik vind het mooi om oranje te combineren met paars. Een hele mooie warme combinatie. Allereerst zet ik een bonsai takje er vast in. Je kan hem eventueel ook met een draadje vastzetten als je dat wil. En ik breng hoogte toe in het stuk. Ik let op dat je alle producten goed ziet. Dus dat alles een eigen plekje heeft. En dat je dus goed kijkt naar de verdeling. Dan heb ik een mooi plantje. En die zet ik op de welbekende manier op een satéprikker. Je draait even aan het potje. En nou zit hier vaak best wel veel botteltjes aan. Je mag best een deel botteltjes eraan laten zitten. Je haalt het zand er even af. En dan stop ik er een satéprikker onderin. En daarmee zet ik hem vast in het stuk. Ik vind plantjes altijd echt afmaken. En maakt een bloemstuk net wat aparter. Met een koraal. En zoals je kan zien werk ik mooi op hoogte. Ik steek ze er mooi parallel in. En ik geef alles apart een plekje. Dus alles heeft ruimte om te groeien en te bloeien. Dan heb ik een mooi gerberaadje, een mooi kleintje. En die wil ik eigenlijk ook op hoogte. Dus die ga ik even op draad zetten. Je kan het op draad zetten, maar het hoeft niet. Ik doe het als volgt. Je pakt je gerberaadje en één vinger hou je aan de bovenzijde. Dan steek je onderin het kopje, het ijzerdraadje. Zoals je kan zien. Ja, het is moeilijk te zien omdat het zo dun is. En dan draai je hem eromheen. Dat doe je echt voorzichtig. En het uiteinde draai je weer, zet je weer omhoog, het ijzerdraadje. Want als je hem er zo in steekt, dan heb je een weerhaakje waar je hem in steekt. En dat wil je niet. Dus die draai je weer omhoog en dan heb je hem mooi afgewerkt en weggewerkt. Ziet dat er zo uit. Als je hem er laag in steekt, dan is dit niet nodig. Mijn gerberaadje steek ik altijd eventjes voor met een steel.
Dan steek ik hem erin. Dan kijk ik of hij goed staat. Dan haal ik hem er weer uit. En snij ik hem nogmaals een keertje aan. Zo zitten. Heeft hij alle. Dus om goed water op te nemen. Zoals je ziet heb ik op hoogte op veel verschillende plekken veel mooie materialen. Dan heb ik een mooie paarse hortensia en die ga ik in delen gebruiken. Die ga ik splitsen. Die zet ik ook eventjes op een draadje. Dat doe ik als volgt. Je hebt het plukje van de hortensia. Dan pak je hem stevig bij elkaar. Dus dat je echt een mooi toefje hebt. Dan pak je een ijzerdraadje en dan maak je een soort lusje mee. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, want het is heel fijn. Maak je een lusje mee. Die leg je er tegenaan en met een langste steel wikkel je hem er weer omheen. En dan heb je hele mooie stevige toefjes. En droog het ook sneller en mooier in. Nou zit een mooie verse hortensia. Die droog er iets moeilijker in, maar zeker een mooie stevige. Dus daar ga je echt lang van genieten. En hoe verder je richting de herfst gaat, hoe steviger die wordt. En hoe makkelijker je hem kan laten indrogen. En hiermee steek je de rest van het steekschuim mooi vol. Mocht je nu nog wat steekschuim zichtbaar hebben, dan vul ik dat nog op met wat restanten van bloemen. Die steek ik er dan wel mooi compact in. Ik heb hier bijvoorbeeld kartamus. En ik heb in diezelfde kleurtint deze prachtige vlinder. En je kan hem zo hoog als laag verwerken, wat je zelf mooi vindt. Kijk hoe mooi die erbij staat. Een mooie roos die ik er onderin steek. Ik snij natuurlijk alles goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. We hebben een heel mooi en rijk gevuld bloemstuk. Kijk hoe mooi en prachtig deze kleurencombinaties ook zijn. Heel mooi. Echt prachtige kleurencombinaties bij elkaar. Nu vind ik deze wel wat uitsteken. Qua vorm de rest allemaal wel mooi omhoog groeien. Dus die ga ik er afknippen. En die ga ik er in het vak nog weer onderin steken. Maar het is natuurlijk net afhankelijk van hoe jouw bloemetje bloeit en groeit. Kijk daar dus goed naar. Ja, het heeft allemaal een hele mooie luchtige plek in het bloemstuk. Waardoor alles mooi tot zijn recht komt. Ja, de kleurencombinatie vind ik echt prachtig. Maar hou je van andere kleuren, kan je dat natuurlijk ook bestellen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij je, want op is op. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Of laat hieronder even weten wat je van deze video vindt. En wat je van deze kleurencombinaties vindt. Ik vind het echt heel erg tof. Ja, het is precies die kleuren van de vlinder. Komt weer heel mooi terug. Kijk hoe mooi. Dus ik ben er blij mee. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!